Welkom dames en heren bij weer een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Like I'm far from home. Een van de nieuwste spellen die nog niet uitgekomen is, maar een alpha zit. En kijk eens hoe mooi de zonsopgang is van dit park. Jullie zullen zich misschien afvragen, dit is niet wat je vorige keer gebouwd hebt. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Dit is eigenlijk het parkje wat ik buiten opname in elkaar heb gezet. En als jullie foto's willen zien van hoe het er eerst uitzag en daarna, dus updates. Ik heb in de link, in de beschrijving een link gezet, beter gezegd, van een Facebook groep. Die heet Team Park Simulation Games, dacht ik. En daar moet je wel lid van worden, maar ook zonder lid te worden kan je volgens mij de foto's en alles bekijken wat erin zit. En ik heb daar ook foto's in gezet van mijn Planet Coaster Park en daar waren toch wel mensen mooi ook onder de indruk eigenlijk gezien. Nou, wat we hier hebben. We hebben hier Flat Ride staan. Laat ik eventjes beginnen met deze. Dus we gaan ons eventjes maar voelen als bezoeker. Zo. Nu zou die isometrische camera wel weer een beetje van pas komen maken. Zo gaat het. Dus een bezoeker loopt hier een piraat tegengemoet. En jullie zien het jongens, ik heb deze kant wel al afgewerkt. Met de rotjes. Maar ja, aan de andere kant gaan we het vandaag maar eventjes doen. En dan loop je hier dus deze Starflyer tegemoet. En dat is best een hoog ding. En ja, jullie kennen hem misschien wel. Het staat ook op kermissen, maar in Duitsland denk ik. Als we dan de wachtrij binnen gaan, zien we hier allemaal bomen. Ik heb er ook lampen gezet. Als het nacht is, zie je natuurlijk de schijn veel beter. En jullie zien juist die bomen die zweven. Maar dat is mijn eigen fout. Ik heb ze niet goed geplaatst. Dus de wachtrij gaat helemaal rondom. En er staat nog altijd veel volk. Dus we kruipen eventjes zo voor. Voilà. Dus de wachtrij loopt hier helemaal rond. En dan kan je hier binnen gaan en dan kan je in plaats nemen in een zitje van de Starflyer. Deze attractie gaat dus omhoog, ja, ook voor de mensen die de rit niet kennen. Dat is een heel simpele ritverloop. De attractie gaat omhoog. Begint hier dus draaiend en gaat dan omhoog. Blijft een tijdje boven en dan komt hij weer terug naar onder. Zo van observatietoren is het eigenlijk, maar dan iets anders. We hebben hier de andere mascotte lopen. Kijk eens aan. Als je dan bij de ingang naar deze kant gaat, kom je eigenlijk meer in het kleine piratenthemaatje. Met zo'n dingen waar je moet betalen en dan gaan ze spelen. En natuurlijk hebben we hier dat attractietje terug van vorige keer. Dit heb ik dus afgewerkt. Helemaal hier zo met een stukje thematisatie. Vind ik eigenlijk wel mooi moet ik zeggen. Dus hier wat en dit moet ik eigenlijk nog een klein beetje meer dicht zetten. De wachtrij die loopt hier ook. Dus dit heb ik dan expres zo gedaan dat ik hier het stimmetjes kan zetten. En dan kan je hier rondom lopen. En er staan ook allemaal lampen in. Maar die heb ik iets beter verstopt. Daar staat er eentje. Er staat er nog een hier. En zo staan er hier en daar wat lampjes. Als we dan een beetje doorgaan, krijgen we hier het eerste kraampje. En hier kan je dus een milkshake kopen of een hamburger. Waar is de medewerker? Die is er eentje inpakken zie ik. Kijk eens aan. En voilà. Mensen hebben een hamburger. En hier kan je milkshakes kopen. En dit. Ja kijk jongens, die mensen. De kindjes zijn ook gewoon op de tenen om te kunnen kijken. Hè. Dat is echt. Ja. Dat vind ik wel heel erg vet. En ze hebben dus ook de milkshake dan vast. Als je dan een beetje verder loopt. Dan komen we hier bij een ander winkeltje uit en dat is een headshop. Hier kan je dus hoedjes kopen. Ik ga even kijken, want ik heb nog niet echt mensen gezien met een hoedje op. Dus ik ga even kijken naar deze. Wat die gaat doen met dat hoedje. Dus normaal gaat hij dat hoedje dan opzetten. Ja, kijk maar. Hij zet het piratenhoedje op. Er zullen waarschijnlijk veel meer mensen zijn die een hoedje op hebben, maar ik heb er dus nog niet echt veel gezien. Dan hebben we hier een andere attractie en dat is die vliegtuigmolen. En dit is dus niet de attractie waar een Duinerel staat. Ik heb het ondertussen opgezocht of gelezen op Loopings. Duinerel heeft zo eentje, maar het is niet dit soort attractie. Dit is nog iets helemaal anders, want deze attractie wordt bestuurd en de
de armen waar de vliertjes zeg maar, aan hangen worden bestuurd door een motor. Dus dat wordt bepaald door een motor en uiteraard kan je dat zelf gaan doen. Dat is ook een heel andere attractie. Wat we hier hebben is dan een ander winkeltje. Of een winkeltje, dat is een toilet. Nu, in principe weet ik niet waarom ik dit eigenlijk een neutraal... Oh ja, dit weet ik wel. Dit heb ik een neutraal thema gebouwd, omdat dat zeg maar bij deze attractie match en past en hoort. En dit is zeg maar de cirkel van het piratenthemaatje. Dus dit is eigenlijk het heel piratengebied zeg maar. Nu hier gaan we nog een stukje uitbreiden, want hier gaan we nog het schommelschip bij zetten. Wat hebben we hier dan nog? Hier hebben we nog een kleine attractie. Het zijn vliegertjes. Met een wat is dit? Een soort van sprookjesachtig iets thema. Het ziet er wel heel erg mooi afgewerkt uit. En hier ben ik ook nog niet 100% afgewerkt hier met de rotsen. Dat is mijn park hoe het er nu uitziet. En je ziet nog eens coasters kan ik ook bouwen. Maar dat moet je gewoon voor de mensen die dat niet weten hier gaan. En dan typen hier under construction. En dan wordt dat dus beschikbaar. Met mij heb ik het al gedaan. Omdat ik een andere coaster die ik hier had staan heb ik weggehaald. Omdat ik hem toch niet zo goed vond. En kijk jongens hoeveel plaats we nog hebben in onze, ja, in onze zandbak zeg maar. Laten we eerst eventjes die tweede ride zetten van het piratenthema. Dan zijn de mensen ook weer blij dat ze een nieuwe attractie hebben. En ja jongens, vanaf hier gaan we speedbuilden omdat de file van de video een half uur duurde. En ik wil jullie niet een half uur gaan irriteren met hoe ik een klein tempo bouw. Dus we gaan het hier gewoon allemaal wat versnellen. Ik heb dus gekozen om de tweede attractie van het piratengebied toe te voegen. Dat is het schommelschip. Er komt nog één attractie bij in de volgende aflevering. Waarschijnlijk dat zal de octopus zijn. Of zoals het een plant coaster is, de roctopus. Zoals jullie hier zien zijn we dus gewoon de wachtrij simpel het aanleggen rond de attractie. Waarom de rond? Dus dan kan er ook thematisatie aan de buitenkant worden toegevoegd. En dat heb ik dus eigenlijk bij bijna alle rides in het park al gedaan. De wachtrij rond de attractie. Ja, het verbinden met de mainpad was ook snel gedaan. Maar het afwerken van die attractie, dat is nu, op het einde als jullie dit zien, denk ik voor 35% af. Eén kant is dus klaar, de andere nog niet.
dank jullie allemaal voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet zeker geen like achter te laten en te abonneren. Want de 300 abonnees komen korter en korter. En kijk ook zeker, en neem ook zeker een kijk op mijn Facebookpagina. De link staat in de beschrijving. Nog een fijne dag en graag tot de volgende video. Later!